Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Er trekt nog bewolking over Nederland, maar over het algemeen is het wel droog. Alleen tegen de oostgrens aan zit nog een klein beetje neerslag. En daar is het ook wat nevelig, maar die neerslag stelt heel weinig voor en dat blijft eigenlijk zo een grullen van de dag. Misschien dat er vanmiddag in het uiterste zuidwesten een enkel buitje valt. Maar verder dus droog weer met vooral in het westen en noordwesten zon. In het oosten duidelijk wat meer bewolking. Het wordt een graad of 11 en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond klaart het langzaam wat meer op en dan liggen de temperaturen op 6 of 7 graden. De wind stelt vooral landinwaarts weinig voor, maar neemt in de nacht geleidelijk aan wel toe. Er komt ook neerslag aan. Morgenochtend gaat het van het westen uit regen, in het oosten nog een klein beetje zon. Wind gaat stevig aantrekken en de temperaturen liggen slechts op een graad of 8. Overigens is dat nog steeds aan de zachte kant. Vrijdag, zaterdag en zondag vergelijkbare temperaturen, met vrijdag in het noorden wat zon, verder over het algemeen vrij veel bewolking. Zaterdag en zondag is er meer ruimte voor zon, maar valt er nog wel een enkele bui. De wind neemt af en is in die periode meest matig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.